Welkom bij Lockdown Season met my Lil LK. So, eerstens wil ik voor allemaal van jullie bij dankie sê wat al die vragen van mij gevraagd het, wat ik vandaag aan jullie beantwoord. En nou, ik kan niet zoveel vragen beantwoord, maar daar was een klomp geweest. Alles van mij op Instagram vragen, op Facebook. Mensen het zelfs op WhatsApp van mij vragen. So, ik ga vandaag nog net een paar vragen van jullie beantwoord. Eerste vraag, is jy die jongste kind van jou ouders? Nee, tweede jongste. Wat een raad sal jy vir jong mense gee wat ook hulle muziektalent wil uitleef en wat nog te skaam is om dit te doen? Om eerst voor hulle vriende en familie te gewoon te raak, om voor hulle te kan perform en te sing of wat even ook hulle mis nou wil doen. En dan, zodra je gewoond is, guys, dan moet je voor jezelf daarbij te zitten. Op alle social media platforms, Facebook, Instagram, YouTube, overal. Daar is zo bij je mensen daarbij te wat je kan raken zien. Zo, ja, daar is mijn raad en hulle. Het jy al ooit gedink om misschien solo te gaan? Niet rarig, he. Nou wat ik daar aan denk. Niet rarig, nie, hulle. Van waar is je? Ik is geboren in die Pegel en ik het groot geraak in die Noord-Kaap Springbok, maar ik is op die huidige oomblik is ek in Wellington. Ik ben in Wellington. Waar het jou singloopbaan begin? Min of meer 6 jaar terug, maar het het nie begin as 'n singloopbaan nie. Ek het begin as 'n rapper. Oké, ek rap nog steeds, maar ek bedoel, ja, ik kan zeker maar net 6 jaar terug. Hoeveel jaar oud is jij? Ik is 21 jaar oud. Ik raak 22. Die 21ste december raak ik 22, guys. So, ik is 21. Is mensen wat vragen wanneer kom perform jullie in ons plek? Soos as mensen wat vragen soos in Atlantis en Mooriesburg en nog een klomp andere plekken. Guys, is lockdown al. So, ons kan nie perform, ons mag nie perform nie. Zodra lockdown klaar is, dan moet hulle ons boeken in hulle plekke zodat ons kan kom perform. Wanneer drop jou nieuwe song? Ik het een klomp, ook nie een klompie, maar ek het heel wat een paar nieuwe muziek wat ek mee bezig is, waarmee ek werk. En ek is ook op een paar mensen zijn albums, so julle kan uitkijk vir dit. Oh, en die laatste vraag. Het ek een meisie? Ja, ek het een meisie. So, dankie vir julle vraag, guys. Ek sal op 'n ander dag sal ek try om die ander vraag te beantwoord, maar daai was dit vir vandag. En onthou, bly by die huis, wees veilig, bly sanitize jou hande, asseblief sanitize jou hande gereeld. En draai jou masker as jy uitgaan, as jy moet uitgaan. So van my kant af, be safe.